De bezuinigingen betekenen het einde van het sociaal akkoord. Dat zei AFVA-kabelvoorzitter Corrie van Brenk op Radio 1. Ze voegde er wel aan toe dat niet zij, maar FNV-voorzitter Ton Heerts over die kwestie gaat. Die zei eerder dat de regering met vuur speelt door 6 miljard extra te willen bezuinigen. Als de coalitie het plan doorzet, gaat de FNV acties voorbereiden, zei Heerts. In het Groningse Kropswolde is vannacht een dronk.